Ja, BNV-ver. Jij weet misschien met zo'n zoontje als geen ander hoe verleidelijk het is om af en toe weer naar de Mac te gaan, of niet? Ja, dat weten we wel, hè? Ben je gek op, hè, McDonald's? Lekker een Happy Meal, hè? Met een lekkere milkshake aanbij en een broodje hamburger. Ja, want je hebt het over de Happy Meal, want eigenlijk is het niet dat de kinderen het vaak heel zo lekker vinden, maar meer dat ze het heel erg, gewoon dat speeltje, hè, dat het hem doet. Ja. Nou, je hebt heel veel speeltjes, hè? Je hebt een hele vitrinekast heb je van die speeltjes. Ja, en is het dat je bijvoorbeeld zelf ook wel eens, als je alleen bent, dat je wel eens een afslagje pakt naar de Mac? Ja, dat pak ik wel eens een afslagje, ja. En dan heb ik een Big Mac. Ja. Een milkshake. Maar als hij er dan bij zit, is het nog verleidelijker, want hij dan waarschijnlijk blijft doordringen tot jullie echt gaan. Ja, maar dan is het feest, of niet? Want vind je de Mac echt zo lekker? Maar vind je het echt lekker, of is het vooral omdat er een lekker speeltje bij zit? En een lekker... Speeltje, hè? Dan kunnen we ook spelen, hè? Ja, want is het vaak dat jullie in zo'n situatie komen dat hij dan toch door blijft zeuren? Ja, bijna elke week. Ja? En dan is het ook dat jullie gaan, of is het vaak ook van... Ja, vooral een weekend, hè? Dan pakken we de auto en dan scheuren we er even heen. Dus jij krijgt altijd wel voor elkaar bij papa en mama. Nou, Sam, nu zitten we met je moeder. Eens kijken of die er ook zo over denkt. Ja, Sonja, ik heb net gehoord van Beren dat jullie nog wel eens intrappen als hij shirt om naar de McDonald's te gaan. Ja, we geven nog wel eens toe. Ja, een beetje verkeerd. Moeten we misschien minder doen, maar... Maar het is soms niet, je kunt er niks anders doen, hè? Ik vind het zelf ook wel lekker, stiekem. Ja, en als je dan zo'n gele paal ziet, dan is het al snel van... Papa, mag ik even een Happy Meal? Ja, zo gaat het vaak wel, hè? En jij denkt er dan ook zelf over dat hij het niet eens zo lekker vindt, maar meer om de gedachten? Ja, het is nu coronatijd natuurlijk. Zijn de speeltoestellen dicht? Maar anders kan hij zich daar ook nog heel erg in vermaken. Dus het is niet zozeer dat de McDonald's het eten lekker is, maar gewoon... Het bekendheid eromheen, zeg maar, wat het leuk maakt, denk ik. Ja, maar dan hebben zij het wel slim gedaan, want eigenlijk is het dus helemaal niet zo lekker, maar het is de meest succesvolle keten ter wereld. Ja, en daar komt het denk ik door.